Bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten is een heel bijzondere munt geslagen. Namelijk de herdenkingsmunt van Erasmus Plus. Met aan de ene zijde de welbekende 2-euro-tekening en aan de andere zijde de beeltenis van Desiderius Erasmus, naamgever en een bijzondere inspiratiebron van het programma. Met zijn grenzeloze nieuwsgierigheid, open blik naar de wereld en wereldburgerschap is Desiderius Erasmus niet voor niets het symbool van het programma Erasmus Plus. Die plus is toegevoegd voor jou. Hoe verken en verleg jij je grenzen? Ga je stage lopen, studeren of werkervaring opdoen in het buitenland? Ontmoet je jongeren met een andere culturele achtergrond? Neem je je klas virtueel mee op wereldreis? Of pak je het groter aan en werk je samen met andere organisaties aan een internationaal project, zoals de realisatie van een Europese universiteit? Wat je droom ook is, Erasmus Plus zorgt ervoor dat het werkelijkheid kan worden. De afgelopen 35 jaar is Erasmus Plus uitgegroeid tot een inclusief, duurzaam en toegankelijk programma met de ambitie om iedereen toegang te geven tot grenzeloze mogelijkheden. Waar het in 1987 begon met een kleine 3500 studenten, zijn er 35 jaar later meer dan 35.000 projecten binnen alle onderwijssectoren en de jeugdsector gerealiseerd dankzij Erasmus Plus. De herdenkingsmunt wordt geslagen in alle Europese landen. Wie weet, bevindt Erasmus Plus zich binnenkort ook voor jou binnen handbereik.